Ben ik goed te verstaan rondom het veld zo? Ja. Oké. Okay. Voor 4 uur gaan we de brand erin steken. Dit is natuurlijk altijd spectaculair en leuk. Tot 4 uur kunnen jullie de bomen nog inleveren voor degenen die nog ergens aangelopen komen. Bij de vuilniswagen. Tot 4 uur kun je nog een lot krijgen. En dan begint de verloting op het moment dat de brand erin gaat. Ook dit jaar hebben we weer leuke prijzen. Ik heb uit het publiek een assistent gezocht voor vandaag. Fenne. Zou je me willen komen helpen? En dit is Fenne. Een klein applausje voor Fenne, onze assistente van vandaag. Fantastisch, ja. Naar de vuilniswagen. Ja. Als zometeen de loting begonnen is en je hebt geen prijs, bewaar je lot. Blijf in de cirkel staan en degene die een lot hebt, krijgt sowieso iets lekkers. Een snoepel. Dus je hebt altijd wel iets van je lot. Ik kan nog prijs hier ook hebben. Ja, als het prijs in is, dan wel een hè? Als we zo meteen van start gaan, dan krijgen we een teken van de brandweer en dan gaan we met z'n allen van 10 terug naar 1 tellen. En bij 1 gaat de brandweer de deur aansteken. Ja, dat wordt echt vet cool. Ja, vet cool hè. Jo. Ik hoop dat jullie elkaar een beetje richting of rekening hebben gehouden met de windrichting. Ik denk dat jullie allemaal de gelukkiger zijn. Leuk hè? Hebben we toch gedaan, Emily? Dat vandaag is dat jullie nou hier zijn. Dat is mooi. Wat kan je met z'n allen afspelen? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, roll! Ja, we zijn allemaal heel erg groot, hè? Ja.
lekker warm, dat vuur. Ja, gaan we gaan beginnen met de loterij. Dan ga je het eerste lot een beetje krabbelen zo onderin en bovenin. Alles door elkaar halen, dat eerlijk gaat. Dan geef je maar mij en dan lees ik hem voor. Het eerste lot van vandaag. 5, 8, 7, 9, 0. Nog een prijs, dan komt deze naar de achterkant hier van de bus bij de wil. 5, 8, 7, 9, 0. Even mee lopen, meneer. Ja. Dat was mooi, hè? Het kerstboomverbranding op zaterdag 5 januari 2013 om 4 uur 's middags. 6, 1, 1.